Welkom in de webinarstudio van de Academie voor de Rechtspraktijk. Wij zullen u vanmiddag trakteren op een ronde tafelgesprek, niet over één arrest van de Hoge Raad, maar over maar liefst vier arresten van de Hoge Raad, die vrijdag jongstleden zijn gewezen en alle vier betrekking hebben op het onderwerp van de eliminatie. Wat we zullen doen is een uur lang daarover met elkaar en met u van gedachten wisselen. En wij zullen die gedachtenwisseling vergemakkelijken, omdat wij dat zullen doen deels aan de hand van stellingen die u van tijd tot tijd ook in beeld zult zien verschijnen. U kunt aangeven of u het eens bent of oneens met die stellingen. Er is uiteraard ook ruimte in dit uur gereserveerd om zelf vragen te stellen. En dat kunt u doen in de ruimte onder de stellingen op uw computerscherm. En wij zullen dan proberen die vragen, die wij dan hier ook zien verschijnen, naar beste kunnen te beantwoorden. Als u een aanmerking wil komen voor een punt, dan is het heel erg groot belang dat u na afloop van dit uur ingelogd blijft. En het certificaat kunt u downloaden na het beantwoorden van een vijftal vragen. U ziet hier aan tafel vier deskundigen zitten die ik graag even aan u wil voorstellen. En ik begin dan aan het verste eind van de tafel. U ziet daar mevrouw Mirthe Bergfens, advocaat bij Ekemans en Meijer Advocaten, uiteraard ook gespecialiseerd in het onteigeningsrecht. Naast haar zit Gert-Jan de Jager, advocaat bij Kneppelhout en Korthals in Rotterdam. Dan helemaal links van mij zit Jelmer Procé, advocaat bij Pels, Rijken en Drooglever Fortuin in Den Haag. En mijn naam is Jacques Sluismans en ik ben advocaat bij Van der Velds in Den Haag. Voordat wij met elkaar en met u hopelijk ook van gedachten gaan wisselen over de arresten van vrijdag jongstleden, lijkt het ons geen overbodige luxe om nog heel kort te recapituleren wat de Hoge Raad in die vier arresten eigenlijk naar voren heeft gebracht. Ik denk dat we die arresten kunnen indelen in drie verschillende blokjes. Het standaardarrest dat we vrijdag hebben mogen ontvangen, een beetje tegen de verwachting in. Want u hebt gezien, vandaag is geadverteerd met de uitspraak in de zaak Hoge Dalem. De Hoge Raad heeft in zijn wijsheid besloten om het standaardarrest te laten zijn, de Meijer en Goense tegen provincie Zeeland. En in het arrest Hoog Dalem, ook wel bekend als Keizer Gorkum, eigenlijk aan te haken bij de regels die in Goense Zeeland naar voren zijn gebracht. Van Bergfens zal iets gaan zeggen over dat arrest Zeeland. Zal meneer de Jager zal iets zeggen over de zaak Gorkum, Hoog Dalem. En meneer Procé, links van mij, die zal iets zeggen over de twee resterende arresten, die echt heel veel met elkaar te maken hebben, min of meer woordelijk hetzelfde zijn. En die gaan over de zogenaamde groenzone. En die zullen wij hier aan tafel de groenzone-arresten noemen. Ik geef het woord even aan mevrouw Bergfens. Ja, dank daarvoor. Inderdaad, de uitspraak Zeeland, daarin is de Hoge Raad heeft daarin nieuwe regels gegeven als we het gaan hebben over de schadebepaling bij de onteigening. En wat is daarin gebeurd en wat is de vraag die eigenlijk in deze arresten naar voren kwam? Dat ging erover of je bij die schadevergoeding, bij die waardebepalingen, de rekening kunt houden met de bestemmingsplannen die op dat onteigende rusten. En waarom werd dit relevant? Nou, hier was eigenlijk aan de orde dat er voorheen agrarische bestemmingen rusten op de agrarische gronden. Die werden onteigend ten behoeve van woningbouw en recreatie. En de vraag die aan de orde kwam, en die borduurt voort op eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, was: in welke omstandigheden hoef je nou geen rekening te houden met dat nieuwe bestemmingsplan? En dat speelde dus in deze gevallen, misschien even teruggrijpen, dat bij die bestemmingsplannen, dat deze bestemmingen lucratieve bestemmingen waren. Het waren gunstige bestemmingen die door een waardevermeerdering zorgden door de nieuwe bestemming die er ook kwam te rusten. En uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad volgde het op een gegeven moment dat als aan een bestemmingsplan maar een voldoende concreet plan vooraf gaat, dat dat aanleiding kan zijn om dat bestemmingsplan te elimineren. En zoals Jan op een gegeven moment in een nood in TBR ook aangaf, aanvankelijk werd dat vooral gedaan bij infrastructurele nadelige bestemmingen, maar met deze nieuwe arresten, dat zijn natuurlijk de arresten van 9 juli 2010 waar ik naar verwijs, het was een kwestie van tijd voordat een lagere rechter dan zou denken, nou dan gaan we ook de positieve bestemming, in het geval van woningbouw, gaan we de woningbestemming wegdenken. Dat heeft geleid tot discussie, zowel
formeel juridisch-technische discussie als een grondpolitieke discussie over de vraag aan wie komt die waardevermeerdering eigenlijk toe, aan de eigenaar of aan de gemeenschap. Nou, dat is even het kader waarin deze arresten zich afspelen. Even als intro. In dit arrest speelde dus ook mee dat een agrarische bestemming, gronden met een agrarische bestemming voorheen werden onteigend. Op dat moment kwam er een voor woningbouw, dus er kwam een betere, lucratievere bestemming op te rusten. En de Hoge Raad zegt in deze arresten, als je dan gaat kijken naar de geschiedenis, de totstandkomingsgeschiedenis van de onteigeningswet, dat als je overgaat tot emulatie van die bestemming, dus als je bij de waardebepaling geen rekening houdt met die nieuwe bestemming, dat je daar terughoudend moet zijn met de toepassing daarvan. En dat wordt dan verder wat ingekaderd, namelijk je moet die toepassing moet je terughoudend gebruiken. En ook verduidelijkt het Hoge Raad eerdere uitspraken. Namelijk dat je van bij die verwijdering, bij het wegdenken van die bestemming, grijp je terug. Alleen als dat is in het kader van een concreet plan voor het werk. En dan voegt het Hoge Raad nu duidelijker toe waarvoor onteigend is. En daar zit natuurlijk de crux van deze uitspraken. Dat die toevoeging verduidelijkt een discussie die namelijk eerder gevoerd werd, dat lagere rechters het begrip van een concreet plan, en dan zonder de toevoeging voor het werk waarvoor onteigend wordt, steeds verder zijn gaan uitbreiden. Dat is nu door deze uitspraak ingekaderd. Dankjewel. Gert-Jan, ja. De zaak Gorinchem, Hoogdalem. Keizer Gorinchem, de Hoogdalemzaak. We hebben nog een tour om te gaan beslissen welke naam het gaat krijgen, vrees ik. Maar goed, ik ga het hebben over Hoogdalem. Zelfde situatie inderdaad, een bestemmingsplan wordt ontwikkeld. Het biedt de mogelijkheid voor het creëren van een woongebied. Het voorheen geldende plan was een bestemmingsplan buitengebied met een agrarische bestemming. En de vraag die lag bij de rechtbank Rotterdam voor, moeten we deze bestemming elimineren? Ja dan nee. De rechtbank heeft daarin deskundigen gevolgd. Die zegt van in dit geval moet er inderdaad geëlimineerd worden. Toch gaat dat in dit geval mis voor de rechtbank. Althans voor Gorinchem. Omdat de rechtbank uiteindelijk bij het bepalen van wat er nu precies speelde. Wat betreft de concreetheid van het plan. Eigenlijk geen plan benoemd wat concreet genoeg was. En te grondslag lag aan het bestemmingsplan Hoogdalem. Wat dan die woningbouw mogelijk maakte. En de Hoge Raad maakt duidelijk dat op het moment dat je wil elimineren, je moet wel vanuit de 9 juli arresten wel duidelijk moet zijn in de concreetheid van het plan, zoals dat ten grondslag lag aan het bestemmingsplan dat die lucratieve bestemming had. Dat had de rechtbank in het midden gelaten. En daarvan zegt de Hoge Raad dat is niet in lijn met wat wij op 9 juli 2010 hebben gezegd. Je moet het concrete plan vaststellen. En als je niet tot een concreet plan kan komen van voorafgaand aan dat bestemmingsplan, dan mag je dus niet elimineren. En dat moet nog een keer bekeken gaan worden na verwijzing. In deze discussie speelt ook de vraag, is het de overheid die ontwikkelt of is het ook een marktpartij die ontwikkelt? Een situatie waarin de gemeente onteigent en eigenlijk waarschijnlijk, tenminste dat is te verwachten dat een marktpartij uiteindelijk die ontwikkeling mogelijk gaat maken. En dan komen we in de discussie, is nou de overheid die hier onteigent voor eigen rekening en risico of is dat ten behoeve van een marktpartij? En als dat laatste het geval is, zegt de Hoge Raad, dan komen we niet aan eliminatie toe. Omdat artikel 40c heel duidelijk aangeeft dat het moet gaan om overheidswerk. En de Hoge Raad benoemt heel duidelijk, alleen als de overheid het doet, is het een overheidswerk en anders niet. En dat gaat zelfs zover dat als de overheid onteigend bouwrijp maakt en dan aan een marktpartij overdraagt, dat bouwrijp maken als zodanig nog niet eens een overheidswerk is. Dus dan komen we uiteindelijk, op het moment dat dus een marktpartij degene is die gaat ontwikkelen, komen we niet aan eliminatie toe. Nou, dat zijn zaken die na verwijzing nog een keer bekeken moeten gaan worden door het Hof Den Haag. En we zullen zien wat daaruit komt. Dankjewel. Dan nog de groenzone arresten. Jelmer? Ja, dankjewel Jacques. Ja, volgens mij krijgt het Hof Den Haag nog druk. We moeten volgens mij alles weer opnieuw gaan beoordelen. Nee, de groenzone arresten, dat is een beetje aparte eend in de bijt ten opzichte van de andere twee arresten die net werden besproken. Want daar ging het eigenlijk over een
niet lucratieve bestemming. Eigenlijk meer de traditionele discussie over eliminatie, of eigenlijk waar het allemaal mee begonnen is. Namelijk de vraag of je een niet lucratieve, zoals in dit geval een natuurbestemming, nou moet elimineren bij die waardebepaling om iemand eigenlijk... zodat iemand een hogere waarde toekomt dan louter de agrarische. Het ging eigenlijk over een forse natuurproject bij Berkel en Roderijs. Daar had de provincie Zuid-Holland in het verleden had daar ook de gedachte gehad om verbinding te maken tussen verschillende al bestaande natuurgebieden om de bloemetjes en de beestjes te kunnen laten verplaatsen. Dat was uiteindelijk een BBL project, Bureau Beheer Landbouwgronden project geworden. Uiteindelijk moesten daarvoor een aantal onroerende zaken nog verworven worden. De bijzondere discussie die daar eigenlijk een beetje speelde was dat voorafgaande aan de onteigening had het geheel een agrarische bestemming. Het was ook onbebouwd weiland. Alleen in een aantal bestemmingsplannen daarvoor zat nog de mogelijkheid om glastuinbouw te realiseren. En glastuinbouw, dat is meer waard dan gewoon weiland. Dus ja, men had, of in ieder geval de eigenaar had een belang bij om op die bestemming uit te komen. Alleen het probleem was dat het bestemmingsplan waarmee de groenzone werd mogelijk gemaakt, daar werd een natuurbestemming in ingegeven natuurlijk. Daar bestond eigenlijk niet zo heel veel discussie over dat moest worden geëlimineerd, omdat er een concreet plan aan de grondslag had gelegen. Alleen daarvoor, en dan hebben we het al over de eind jaren 90, had de planwetgever al die mogelijkheid om glastuinbouw te realiseren ook al wegbestemd. En was er eigenlijk alleen nog maar een kale agrarische bestemming overgebleven. Maar de eigenaren die zeiden van ja, maar eigenlijk dat wegbestemmen van die glastuinbouwmogelijkheden, dat werd ook al ingegeven door de wens om hier een natuurgebied te realiseren. En je moet eigenlijk ook dat andere bestemmingsplan moet je gaan elimineren. Nou, de rechtbank die gaf hen daarin eigenlijk gelijk. Op basis ook van die 9 juli arresten. Omdat zei de rechtbank eigenlijk van ja, die eerdere wegbestemming uit dat eerdere plan was ook ingegeven door de wens hier een natuurgebied aan te leggen. En ja, daar kwam tussen de regels door, zag je ook een beetje dat de rechtbank zoiets had van ja, het kan toch niet zo zijn dat eigenlijk de wijziging van de bestemming van glastuinbouw naar natuur wordt opgeknipt in stukjes. En dat alleen maar door dat opknippen iemand niet meer die glastuinbouw mogelijkheden kreeg. Nou ja, goed. BBL die was daar het eigenlijk niet mee eens. En die zei, of die is in cassatie gegaan en die zei eigenlijk twee dingen. Die zei allereerst van ja, die dat bestemmingsplan dat er tussendoor was gekomen, de eliminatie van dat bestemmingsplan, dat is onjuist op grond van de 9 juli arresten, want de daarin gegeven bestemming maakte niet het werk waarvoor onteigend werd mogelijk, want dat was een agrarische bestemming en men wilde hier een natuurproject realiseren. En het tweede wat men eigenlijk zei was, ja, ook als je kijkt in 1999, toen de bestemmingsplan werd vastgesteld, toen was er nog geen concreet plan in de zin van die jurisprudentie waarop dat bestemmingsplan werd gebaseerd. Dus ook om die reden kom je eigenlijk niet aan toepassing van die 9 juli arresten toe. Nou, de Hoge Raad die geeft BBL daar nu uiteindelijk in gelijk. Die draait die discussie net een beetje om. Ze beginnen eigenlijk met dat concrete plan. En zeggen dan eigenlijk en stellen of beginnen dan eigenlijk met herhaling van de hoofdregel en benadrukken daar nog een keertje van, eliminatie van bestemmingsplannen behoort de uitzondering op de hoofdregel te zijn. En de hoofdregel is dat je er wel rekening mee houdt en je moet het dus terughoudend toepassen. Nou ja, als we dan vervolgens gaan kijken en dan, dat zal ook gebaseerd zijn op de andere arresten, dan wordt gezegd van ja goed, dat concrete plan, dat moet wel een plan voor het werk zijn. Dus dat behoort wel aan allerlei eisen te voldoen. En de plannen die er lagen in 1999, die waren gewoon onvoldoende concreet om te kwalificeren als plan voor het werk. Het was allemaal nog vaag. Het waren nog voorgenomen plannen. Moesten allemaal nog ingevuld worden. En zegt dus eigenlijk op basis daarvan, nou ja goed, er was geen concreet plan. Dus kom je ook niet aan eliminatie van die bestemmingsplannen toe. En dan eigenlijk een beetje ten overvloede zou je bijna kunnen zeggen, zegt de Hoge Raad ook nog van ja, zelfs al zou er wel een concreet plan zijn geweest, dan klopt het inderdaad wat BBL heeft gezegd. Namelijk dat die agrarische bestemming die in die bestemmingsplannen zat, niet het werk waarvoor onteigend mogelijk maakte. Want dat was namelijk een natuur en daar had je een natuurbestemming voor nodig. Dus ook op die grond was eigenlijk het oordeel wat de rechtbank had gegeven onjuist. En vernietigde de Hoge Raad die uitspraak ook. En moet ook inderdaad het Hof Den Haag zich daar weer over gaan uitlaten. Dankjewel. Nou, om het allemaal een beetje in het perspectief te plaatsen, zou een vraag zijn waar ik misschien mee zou willen beginnen, voordat we eigenlijk ook toekomen aan stellingen.
de vraag zijn van nou of het nu eigenlijk wel, ondanks alle anticipatie die er is geweest, of er vrijdag wel iets heel bijzonders is gebeurd. Want als je leest dat de Hoge Raad vrijdag heeft gezegd, dat staat ook met zoveel woorden in een van de arresten, wordt eigenlijk gezegd van ja, die 9 juli arresten waar eigenlijk alle ophef mee is begonnen, die tot 5 jaar ongeveer heeft geduurd, daarin hebben we eigenlijk niet beoogd om heel veel meer te doen dan een heel klein beetje bijtweaken op de bestaande rechtspraak op dat punt. Toen hadden we met name over eliminatie van bestemmingsplannen, wanneer er sprake was van plannen die van hoger hand aan een gemeente of aan een andere overheid waren opgelegd. En zegt de Hoge Raad, nou ja, die leer die uit die Marcus en Matser jurisprudentie voortvloeit, daarvan heb ik eigenlijk beoogd in die 9 juli arresten te zeggen dat het niet per se hoeft te gaan om plannen van hoger hand, maar dat dat ook plannen, zou ik maar zeggen, op hetzelfde bestuurlijke niveau zouden kunnen zijn die je zou kunnen elimineren. Als inderdaad het zo is dat de uiteindelijke planologie op basis waarvan wordt onteigend, min of meer is ingegeven door de wens om het concrete project uit te voeren. Nou ja, als dat zo is, vandaar de vraag, ja, hebben we dan eigenlijk iets bijzonders vrijdag meegemaakt of eigenlijk helemaal niet zo? Jammer. Ja, wat is, ik denk, ja, de reis ernaartoe is soms belangrijker dan de bestemming zelf, zullen we maar zeggen. Dus in dat opzicht. Precies. Ja, op zich, iedereen heeft daar interessante discussies over kunnen voeren. Ja, kijk, ergens zit er natuurlijk wel wat in. Het deed me ook een beetje denken aan het hele verhaal van Sweris, de arrest uit 2004, waar natuurlijk de Hoge Raad toen ook iets zei over waardevermindering van de overblijvenden, waar toch wel een aantal mensen conclusies aan verbonden dat dat nu heel erg ruim was en dat er ook dingen die vroeger als nadecompensatie golden dan ook als onteigeningsgevolg zouden gaan gelden. Nou, daar heeft de Hoge Raad ook in 2008 eigenlijk nog eventjes een soort college gegeven van zo is het ook weer niet inderdaad. Nou kan je dan altijd de discussie hebben, heeft iedereen het dan verkeerd gelezen of heeft de Hoge Raad het misschien niet helemaal zuiver geformuleerd? Dat weet je niet, dat zit hier natuurlijk ergens ook wel een beetje in die vraag. Maar wat ik wel denk, is dat in ieder geval de grote angel eruit is gehaald. Namelijk de lucratieve bestemmingdiscussie. Maar dat dit uiteindelijk zeker nog niet het einde van het verhaal gaat zijn. Want eigenlijk zijn we weer een beetje terug bij af, zullen we maar zeggen. Waar je een beetje voor de 9 juli 2010 arresten weer bent. Waar toch ook al wel een aantal mensen zeiden van ja goed, ja, die eliminatie, dat blijft een beetje een rare eend in de bijt. En dat leidt vooral tot ontzettend veel discussie. En je kan je tot op zekere hoogte wel afvragen ook of het wellicht leidt tot een bepaalde rechtsongelijkheid. Mm-hmm. Want je krijgt weer een beetje wat je vroeger bij Marcus Matser ook had. Van ja, we hebben nog net die ene brief uit het archief gedoken. Waar dan in stond dat het toch allemaal de gemeente was die het wilde. En tada, nu gaan we niet elimineren. Ja. En hier krijg je natuurlijk dezelfde discussie weer. Van ja, wanneer is er nou een plan voor het werk en wanneer niet? En je ziet. Ja, wat is, ja, precies. En je blijft zitten met de vraag van in hoeverre kan de overheid dat beïnvloeden? Laten we de plannen wel of juist niet concreet maken voordat we het bestemmingsplan vaststellen. Dat pleit is ook niet beslecht hiermee. Nee. Het viel me wel op dat de Hoge Raad nu dus inderdaad tussen haakjes toevoegt dat het een plan moet zijn voor het als bedoeld in 40C-103. Dus duidelijk is dat die verduidelijking gegeven moest worden. De Hoge Raad zegt inderdaad, we hebben nooit bedoeld een grote afwijking toe te passen op de lijn die we al hadden. Maar het verschil is natuurlijk levensgroot met wat wij voor 2010 deden. Werd er nauwelijks geëlimineerd, behalve dan in het kader van dwangbestemmingen. Nou, dat waren er vooral voor infrastructurele werken, maar nooit voor woningbouwontwikkeling. Nee. En nu zitten we met z'n allen dat keurig te elimineren. En dat blijven we dat ook doen, als ik de Hoge Raad goed begrijp. Tenzij het dus een overheidswerk is, of tenzij het geen overheidswerk is, dan blijft de eliminatie achterwege. Daar komt nog een stelling over, zo meteen ook. Dus, dus wat betreft, de Hoge Raad brengt het wel, we hebben maar een kleine aanpassing gedaan, maar die is in de praktijk levensgroot gebleken. Ja. En vind je dat, vraag ik me echt als eerste. Is natuurlijk de Hoge Raad benoemt dat ook. Er zit natuurlijk ook rechtspolitiek in die afweging, wie je de meerwaarde van de grond laat toekomen. De Hoge Raad zegt dan, nou ja, loop ik vooruit op mijn eigen stelling straks. Maar de Hoge Raad zegt eigenlijk, daar blijf ik vanaf, want dat is inderdaad aan de politiek. En dan zou je kunnen zeggen, het is misschien best wel, pikant dat zo'n uitspraak komt op dit moment. Hè, terwijl aanstaande donderdag in de Tweede Kamer algemeen overleg is onder meer over de manier waarop de onteigeningswet misschien herzien moet worden en moet opgaan in de omgevingswet. We verwachten in de loop van dit jaar verwachten we daar ook concrete wetsvoorstellen voor. En is dit nu iets waarvan we denken, en ik geef jou als eerste het woord, dat dat iets is wat de politiek nu ook gaat oppakken, omdat er natuurlijk financieel wel veel te winnen valt voor de overheid, als je natuurlijk meer lucratieve bestemmingen kunt elimineren. Of is jouw verwachting van nee, dat blijft gewoon zoals het is en dat laat de politiek gewoon allemaal lopen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat. Dat ligt voor mij nog open hoe dat zich gaat ontwikkelen. De politiek heeft in ieder geval nu een heel duidelijk signaal gekregen, denk ik, met deze uitspraak. Dat, jongens, als jullie hier iets mee willen doen, dan is dit het moment. Want dit gaat de rechtspraak niet uit zichzelf invullen. Ja. En daar ligt natuurlijk die lange voorgeschiedenis aan ten grondslag. Ja, het is in het verleden ook een heel, heel lastig onderwerp gebleken. Politiek gevaarlijk onderwerp zelfs. Een kabinet overgevallen. Ja. Dus of dat nu in één klap helemaal gaat veranderen, ik vraag het mij af. Ja. Anderen die daar anders over denken? Nou, waar ik mee zit, of waar kijk, de Hoge Raad heeft gezegd, is dat als een gemeente gaat onteigenen en daar eerst een concreet plan voor heeft, dan een lucratieve bestemming oplegt, dat er dan geëlimineerd mag worden. Wat je in de praktijk natuurlijk ziet, is dat de overheid vaak onteigent ten behoeve van een marktpartij, al dan niet als onderdeel van een CVB-constructie en dergelijke. Waar de praktijk denk ik naar gaat zoeken, is een oplossing voor die situatie. Want het maakt nogal verschil of een overheid mag onteigenen zonder dat ze de meerwaarde hoeft te betalen, of dat een marktpartij dat mag. Mm. Dus je gaat denk ik constructies krijgen, minstens daar gaat naar gezocht worden. En die kan ik ook niet helemaal overzien nog, maar dat de overheid dat tot in grote mate gaat ontwikkelen. En dat pas op een heel laat moment dan dat overgaat naar een marktpartij. Zodat je niet die afroming hebt. Of dat je de afroming wel hebt en dat je dus eigenlijk de grondeigenaar daarmee achter het net laat vissen. Dat is een ontwikkeling die ik in ieder geval zie, gegeven deze lijn. En ik weet niet hoe de Tweede Kamer daarmee omgaat. Ik denk dat de Hoge Raad heeft gesproken. En dat is mijn persoonlijke mening, dat er wel degelijk enige rechtspolitiek achter zit. Maar daar kom ik nog wel bij mijn stelling. Ik denk dat de Tweede Kamer dat als een feit beschouwt. Ja. Ja. Dus jij denkt dat, zoals we in het verleden de anti-egalisatie benadering hadden aan overheidszijde, krijgen we nu een pro-eliminatiestrategie. Ik vraag me af of de financiële winst uiteindelijk groot genoeg zal zijn om zo'n fundamentele wijziging in gebiedsontwikkeling te laten doorvoeren. Want dat vereist natuurlijk wel een redelijk fundamenteel, of in ieder geval weer waar je nu ziet dat overheden steeds meer terugtreden in de gebiedsontwikkelingsproces. Dat vereist weer een veel duidelijker actieve grondpolitiek. Okay. Nou, daar zitten natuurlijk een heleboel haken en ogen aan waarvan ik me afvraag of nou deze financiële winst die je hiermee zou kunnen behalen opweegt tegen al die dingen die je dan weer over je heen krijgt. En ik denk ook, kijk, dit speelt natuurlijk vooral op het moment dat je een stuk weiland bij wijze van spreken gaat onteigenen om er een woning neer te zetten. Dat zijn de oude uitleglocaties. Daar zijn er ook niet zo heel veel meer van. De trend is steeds meer om intern, binnensteden gebieden te gaan herontwikkelen. En dan, ja, als je dan gaat waarderen conform het huidige gebruik, dan kom je ook al vaak heel hoog uit. Dus dan wordt die winst nog. Dus dat, ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het zou overigens niet de bedoeling moeten zijn, want dat is natuurlijk ook weer ergens, net zoals de anticomplex strategie, is denk ik ook niet helemaal de bedoeling. Maar goed, het kan gebeuren. Maar ik ben het wel helemaal eens met wat de Hoge Raad zegt over dit is iets wat de wetgever zou moeten doen. Omdat er inderdaad zo overduidelijk is voor is gekozen in 1980 om het bestemmingsplan wel mee te laten tellen. Maar of eigenlijk twee dingen die ik daar nog wel interessant bij vind, is dat één, als je ziet wat de redenering of de rationale is waarom je zou gaan elimineren, dat het een nou nogal veel op het ander lijkt en waarom elimineer je dan wel het plan en niet het bestemmingsplan. Als je naar die rationale kijkt, dan is het natuurlijk eigenlijk ook heel logisch om te zeggen voor allerlei woonontwikkelingen of wat dan ook zou je moeten gaan elimineren. Want ja goed, wanneer ligt er nou nu niet een plan ter grondslag aan een plan? Dat kan ook helemaal niet anders, want anders kom je bij de afdeling natuurlijk helemaal niet voorbij de beroep of bij de rechtsbescherming. En het tweede is, en dat is misschien ook iets voor de praktijk, dat natuurlijk de wetgever nooit heeft gezegd het bestemmingsplan moet altijd volledig leiden tot meerwaarde bij de eigenaar. De wetgever heeft juist een instrument geïntroduceerd met 40e, waardoor er toch nog een soort, in ieder geval in bepaalde gevallen een deel van de meerwaarde weer bij de grondeigenaar moet weg worden gehaald. En ja, nu de Hoge Raad zo duidelijk zegt van ja goed, we kijken echt naar de wetgeschiedenis, hoe de wetgever dat heeft bedoeld, zou ik zeggen dat de praktijk misschien eens een keer wat meer moet gaan proberen om met 40e dit soort dingen te gaan oplossen. Maar ja goed, dat is nooit gelukt. Nee, maar ja, dat is ook
eerste verwijzing weer naar het Hof Den Haag. Hè? Ja, dat... In de zaak Gorkum is 40 jaar wel aangevoerd, maar daar is de rechtbank niet aan toegekomen, omdat ze natuurlijk al hadden geëlimineerd. Eigenlijk, en dat vind ik ook altijd een beetje het nadeel van die hele eliminatiediscussie, dat je met eliminatie het eigenlijk te makkelijk maakt, omdat het instrument wat de wetgever heeft gecreëerd, namelijk 40e, eigenlijk bedoeld is voor dat soort situaties. Want er zitten namelijk nadelen en voordelen in. En daar zou je het eigenlijk mee moeten doen. Maar daar doen we het nooit mee, omdat we altijd het elimineren. Ja. Nou, dan denk ik dat we zo vergaan naar de eerste stelling. Dan blijf ik weer bij Jelmer. Jelmer, jouw eerste stelling. Ik zal hem even voorlezen. En dan vraag ik jou om een beknopte toelichting daarop te geven. De stelling luidt: met de groenzone-arresten is eliminatie bij niet-lucratieve bestemming weer wat het moet zijn. Namelijk de uitzondering op de hoofdregel. Ja. Licht toe. Ja, ja. Nou ja, goed. Dat sluit een beetje aan wat ik net ook al zei. Dat natuurlijk de wetgever altijd heeft gezegd van ja, dat bestemmingsplan, dat is in principe de basis voor de waardering. Dat komt in 40b terug, dat komt ook in de complexbenadering terug, dat zit er overal in. En wat je al op een gegeven moment een beetje zag gebeuren met de Marcus-Matsen-jurisprudentie, die ook in de lagere rechtspraak steeds verder eigenlijk werd opgerekt. En wat je vooral met na 9 juli 2010 zag gebeuren, waarbij eigenlijk in alle gevallen dat het aan de orde werd gesteld, je eigenlijk zag dat zeker bij niet-lucratieve bestemmingen zoals wegen, natuur, dijken, dat soort dingen allemaal, dat je eigenlijk altijd zag dat de rechter concludeerde van ja, goed, je moet inderdaad elimineren. De Hoge Raad die zegt nu heel duidelijk van ja, je moet het terughoudend toepassen. Het is uitzondering op de hoofdregel. Nou ja, wat mij betreft zou dat moeten betekenen dat je dus nu ook weer in de lagere jurisprudentie, ook bij niet-lucratieve bestemmingen, gaat zien dat dat weer terughoudend zou moeten worden uitgevoerd. En ik vind dat ook in ieder geval conform de manier waarop de wetgever het heeft bedoeld. Mm. En natuurlijk, ik bedoel, dat is ook altijd een beetje het lastige. Ik vind dat ook rechtvaardig, ja, redelijkheid, daar heb je natuurlijk zelf ook wat over gezegd. Dat, kijk, de enige reden waarom je gaat elimineren van, of het enige voordeel wat je bereikt met elimineren van niet-lucratieve bestemmingen, is dat je iemand de verwachtingswaarde vergoedt. Dus niet waarde die voortvloeit uit de voorgaande bestemmingsplan, maar uit de verwachting dat het wellicht iets anders zou kunnen gaan worden dan het weiland of wat het ook dat het was. En ja, goed, die discussie, behoort verwachtingswaarde nou vergoed te worden? Ja, dat vind ik nog steeds altijd een hele lastige. Want je kan ook zeggen, ja, die verwachting is kennelijk niet gerealiseerd. En dus klaar. Dus in dat opzicht vind ik het ook, zou ik het een goede ontwikkeling vinden als het ook weer terugvalt naar wat het moet zijn. En ik denk ook dat de Hoge Raad daar voldoende aanknopingspunten voor geeft. Want als je kijkt naar wat de Hoge Raad onvoldoende vindt om te elimineren, namelijk die plannen, ja, daar zat al best wel wat in. Ik bedoel, daar zat gewoon een omkadering in. Ik bedoel, de grenzen die lagen min of meer redelijk vast. Alleen ja, van de binnenkant was het gewoon nog een vlek. En dat zie je natuurlijk steeds meer ook bij infrastructuur gaan gebeuren. Zeker bij natuurprojecten. Dat ook bestemmingsplannen natuurlijk steeds meer vlekken zijn. Er wordt steeds meer overgelaten aan de aannemer om in te vullen. Dus ja, dat is denk ik ook wel een of dan spreek ik de verwachting uit dat met dit arrest je minder gaat elimineren, ook bij niet-lucratieve bestemmingen. Ja. Voordat ik aan jullie vraag of jullie dat eens zijn met Jelmer, wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om de honderden kijkers thuis achter de computer erop te wijzen dat ze ook kennelijk digitaal kunnen aangeven of ze het eens of oneens zijn met Jelmer. En ik nodig u ook van harte uit om dat te doen. Gert-Jan, wil jij nog reageren op de stelling van Nou ja, wat mij opvalt bij de groenzone is dat het dat gaat over de verwachting en de concreetheid van het plan. Als je ziet, daar lag een nota groen-blauwe slinger, 1999, die toch heel duidelijk aangaf waar de groen-blauwe slinger zou gaan komen. Dat was blijkbaar volgens de Hoge Raad dan niet concreet genoeg. Maar als dat wegzet tegen Ballas-Nedam, bijvoorbeeld in 2013, waar één briefje van INM voldoende was om dat hele tankstation daar neer te zetten, dat was voldoende concreet. Dan begrijp ik eerlijk gezegd niet dat een nota, waar toch heel duidelijk die slinger aangegeven is, niet voldoende concreet is. Dus daar blijf ik mee steken. Nou ja, er was in Nederland was natuurlijk wel, ik bedoel, het was dat ook wel, maar ook, ik bedoel, het hele werk was wel iets duidelijker. Maar goed, Ballas-Nedam is een steeds moeilijker te begrijpen arrest als je nu dit arrest leeft. Want het zit namelijk ook in dat overheidswerk discussie, maar dat komen we misschien later nog wel op. Daar zei je toch wel een beetje lastige discussies. Maar dat ben ik met je eens. Ja, dat is ook een beetje het lastige wat je natuurlijk steeds gaat zien. Ja, waar ligt die grens nu? Ja. Wat is nou nog wel
concreet en wat is nou niet concreet. En dan precies, als je dan over verwachtingswaarde hebt, waar je het net over had, op het moment dat je een bepaald plan wel voldoende concreet acht voor de juridische planologische ontbouwing die dan volgt en dan elimineert, dan kan het ook zijn dat je daar plannen aan voorafgaand hebt gehad die minder concreet waren, maar wel duidelijk een bepaalde marktwerking hebben gehad. Dan denk ik met name een lucratieve bestemming hoor. Ik denk dat je in het kader van de verwachtingswaarde daar toch genoeg discussie weer over gaat krijgen. Als iets dan weliswaar niet concreet genoeg was om als baas te dienen voor een bestemmingsplan, kan het wel zijn dat het in de markt als zodanig voor redelijk handelende kopers en verkopers wel voldoende is geweest om een bepaalde waarde daarin mee te krijgen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar je ziet dat je in ieder geval een discussie gaat krijgen, nog veel meer dan, het was natuurlijk al zo, maar nog veel meer, dat je heel zorgvuldig moet zijn met het omschrijven van het plan van het werk waarvoor je gaat onteigenen. Dat je zult merken dat rechters, verwacht ik, aan de hand van deze regels nu wel hele strenge eisen gaan stellen aan niet alleen hoe concreet is dat plan, maar in hoeverre ziet dat plan ook echt op dit werk. En door die link te maken, maak je het inderdaad, drijf je het sneller in de hoek van een uitzondering. Ja, maar dat is wel heel leuk, leuk inderdaad dat je dat zegt, want het is dus echt het plan voor het werk. Dat is nu inderdaad wat de Hoge Raad wel. Als er iets duidelijk is, dan is dat het wel. Alleen, het is nog best wel interessant, wat is nou precies het plan voor het werk? Want in de wetsgeschiedenis daar wordt er wat over gezegd. Er wordt eigenlijk gezegd, het KB, dat is dan min of meer. Het is super duidelijke omschrijvingen soms, de realisering van het bestemmingsplan. En dat komt natuurlijk pas heel laat. Ik bedoel, dan ligt er al per definitie een bestemmingsplan, want anders kan je het KB al bijna niet aanvragen. Dus dat wordt nog best wel lastig. En je hebt volgens mij even de Hoge Raad in 71 of zo één keer iets gezegd over welke eisen er aan het plan van het werk moeten worden gesteld. Dat het een beetje voldoende, maar dat is eigenlijk nog helemaal niet uitgekristalliseerd. Dus dat wordt ook nog een ontzettende discussie. Ja, dat precies. En zou dan de nieuwe gedachten die ook in de omgevingswet waarschijnlijk tot uitdrukking worden gebracht rondom ruimtelijke ordening als geheel, hè, waarin veel meer via de vorm van uitnodigingsplanologie gaat plaatsvinden. In jullie visie heeft dat dan nog, relevantie voor deze rechtspraak? Want je zou je kunnen voorstellen, misschien dat iemand dat voor zijn eigen computer nu ook denkt, als een overheid straks een beetje gaat, als onze gemeente gaat volstaan met het aanwijzen van wat vlekken waarin van alles zou kunnen gebeuren, een beetje op dezelfde manier als de documenten die aan een vroege vestiging van een voorkeursrecht bijvoorbeeld ten grondslag worden gelegd, waarin je zegt van het zou groen kunnen worden, het zou dit kunnen worden, het zou dat kunnen worden. En degene die met een goed plannetje komt, die gaan we dan binnen die kaders proberen te faciliteren. Hoe pakt dat uit in het kader van deze rechtspraak? Jij misschien, Mirte? Ja, ik denk dat eigenlijk bijna een voorbeeld is van hoe dat ons noopt om aan de haal te gaan met hoe je dat plan voor het werk gaat omschrijven. Ik bedoel, juist in gevallen als deze zou het toch een vreemde gewaarwording zijn als op het moment dat iemand een plan indient, je daarna dat gaat invullen, dat kan inkleuren of je wel of niet tot eliminatie komt. Dus, en dat is misschien ook iets wat ook in het kader van deze uitspraak natuurlijk heel erg aan de orde is gekomen. We zijn nu eenmaal aan een andere vorm van planologische invulling gekomen. En dat blijft gevolgen hebben. En ik denk dat deze arresten daar nog niet een definitief antwoord op hebben gegeven. De tijd dat we bestemmingsplannen konden maken met een aantal vlekken is volgens mij al lang achter ons. Vanuit de WRO, maar uit de omgevingswet zoals die gaat komen, zeker met een omgevingsplan dat een integraal een visie op de omgeving zou moeten zijn. Maar ook onder de huidige wet ruimtelijke ordening is het al zo dat je als gemeente niet zomaar een plan kan vaststellen. Je hebt, op het moment dat je dat doet, heb je al een exploitatieplan nodig als je het verhaal niet verzekerd hebt. Dus in elk bestemmingsplan zit een keuze aan vooraf, of ligt een keuze aan vooraf die een invulling vergt. Dus ik zie niet dat de gemeentes voor deze variant zouden gaan kiezen om zomaar eliminatie te voorkomen of juist te bewerkstelligen. Maar zo'n omgevingsplan, als het inderdaad uit gaat werken zoals het uit gaat werken, dan kan dat best wel eens heel vaag gaan worden. Daarna moet je nog een ladere invulling geven voor een specifiek project te gaan realiseren. Maar dat is een beetje de vraag van waar gaan we nou rekening mee houden? Want als de jurisprudentie die kant op gaat, dat waar we nu bestemmingsplan lezen, dan omgevingsplan gaan lezen,
dan kan je wel heel erg de vraag gaan stellen. Ik bedoel, daarvoor ligt natuurlijk nooit iets. Want ja, ik bedoel, dan ga je pas veel later, als inderdaad iemand komt met dat concrete verhaal, dan ga je pas helemaal meer. Ja, en dan, ik bedoel, is die discussie helemaal klaar. En dan ga je eigenlijk een beetje weer meer terug naar de uitbreidingsplannen van de voorganger van het bestemmingsplan, die ook zeg maar gewoon een beetje een vlek ergens neerlegde. Ja. En dat werd dan later ook nog wel ingevuld. Nou, de techniek stelt me enigszins voor raadselen, want ik zie op mijn ene scherm dat 100% van de respondenten het eens is met de stelling van Jelmer Procé. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar op een ander scherm zie ik iemand die zegt van nee, ik ben het er niet mee eens. Die dus blijkbaar onder die 100% is uitgevallen en die zegt, dit blijkt niet zozeer uit de groenzone arresten, maar wel en vooral uit de arresten Gorinchem Keizer en Groens Zeeland. Kun je daar nog iets mee, Jelmer? Wil je daar nog op reageren, op deze dissident? Ik bedoel, uit welke arresten het nu precies blijkt. Ik denk dat het in de groenzone arresten toch ook wel duidelijk staat. Omdat je daar, Gert-Jan ook zei, dat je daar ziet dat er ook in 99 al best wel wat lag. En dat dat toch kennelijk niet voldoende was. En Gorinchem Keizer, Groens Zeeland, daar zie je dat natuurlijk ook terug. Want daar lag ook wat een en ander. Alleen daar staat het, als ik het allemaal goed zie, toch vooral een beetje af op de vraag of het nou een overheidswerk is of niet. Mm. En iets minder op de discussie van, was dat nou voldoende geweest? Dus in dat opzicht, ik blijf in mijn stelling, maar de algemene conclusie is, denk ik, en dat volgt uit alle arresten, dat je het weer terughoudend moet gaan bekijken, waar misschien in de lagere jurisprudentie men een beetje aan de haal was gegaan met die 9 juli arresten. Precies. Ik wil nog één opmerking over de groenzone, want dat blijft een beetje steken, want de mensen hebben natuurlijk twee bestemmingsplannen over zich heen gehad, waarin de glastuinbouw uiteindelijk wegbestemd is. Krijgen vervolgens het bestemmingsplan dat de natuur mogelijk maakt. Maar die mensen blijven wel zitten met een deeltje plantschade. Dat wegbestemmen van die glastuinbouw wordt nu niet vergoed. Want je gaat uiteindelijk naar dat zal waarschijnlijk de uitkomst worden, dat er op basis van de bestemming zoals die ligt gewaardeerd moet worden. En heel de glastuinbouw is daarmee weg. En dat blijft bij mij wat steken, omdat, wat ik zeg, vanuit 99 en zelfs bij het streekplan 1996 is al een keuze gemaakt, dit gaat natuur worden. Dus waarom die keuze dat deze mensen die schade dan maar via plantschade moeten gaan verhalen? Even daar gelaten of ze dat niet dat recht al niet verspeeld hebben. En of andere keuzes hebben gemaakt die maken dat die schade niet meer voor vergoeding in aanmerking komt. Dat voelde wat mij betreft niet helemaal goed toen ik het las. Maar jij kent ze ook goed, de arresten. Dus. Ja, ik ken de arresten ook goed. Nee, kijk, ik bedoel, je hebt altijd bij de onteigening alleen rechtstreeks schade, het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de onteigening wordt vergoed. En daar kunnen ook dingen buiten vallen die dan vervolgens als planschade of als nadecompensatie of hoe dan ook worden vergoed. En ja, dat is hier ook een voorbeeld van. Want ja, of men dat nu nog kan, dat is een vraag die ik niet zo snel kan beantwoorden. Maar in ieder geval, men had ooit een planschadeverzoek kunnen indienen. En dan krijg je wel de discussie of men bijvoorbeeld niet het risico passief heeft aanvaard, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, goed, dat is een beetje de verdeling die kennelijk de wetgever de jurisprudentie wenst. Blijft een beetje steken bij mij. Maar bij mij wat minder. Maar Gert-Jan, ik blijf bij jou. Want jij hebt ook een stelling, de tweede stelling, die ik ook zal voorlezen. De terughoudende toepassing van artikel 40c onteigeningswet die de Hoge Raad voorstaat, zal in de praktijk geen terughoudende toepassing blijken. Dit is het gevolg van de onvolledige inzichten die de Hoge Raad lijkt te hebben ten aanzien van de ruimtelijke planologie. Ja. Ze zegt eigenlijk, de Hoge Raad heeft eigenlijk maar geen idee hoe de ruimtelijke ordening in Nederland in elkaar steekt. Dat wilde ik niet in de stelling vervatten, dat vind ik wel heel bout en ook niet aan mij, maar we zijn al langs gekomen net. De Hoge Raad positioneert zijn lijn met sterk. Nou goed, we hebben in 1980, 1981 Marcus Matzer gehad. Daar hebben we een keuze gemaakt enkel bij dwangbestemmingen. Vervolgens hebben we dat toch naar plannen op gemeentelijk niveau geschaald. En hebben we bedacht dat er eliminatie aan de orde kan zijn. Waar uiteindelijk op basis daarvan dus die waardering moet worden gegeven. Vervolgens, dat plaatst allemaal in het kader van die terughoudende toetsing zoals die uit 40c volgt. Waar ik over val is dat dan de Hoge Raad die lijn billigt door te zeggen, we moeten kijken naar de normale rol van een bestemmingsplan in de ruimtelijke ordening en wat er gebeurt op het moment dat een concreet plan er ligt en het bestemmingsplan de juridisch planologische vertaling daarvan is. En dan vraag ik me af wat de Hoge Raad onder de normale rol van van de ruimtelijke ordening schaart. Want er is volgens mij geen plan in Nederland waar
niet een concreet plan aan ten grondslag ligt. Je hebt uiteraard ook conserverende bestemmingsplannen. Nou, dat is logisch. Dan doe je één op één. Dan zeg je agrarisch, blijft agrarisch. Maar dan kom je nooit. Dan kom je nooit in het leerstuk terecht. Dus dat zou ik onder normaal willen scharen. En dan heb je vervolgens dus de vraag. Ja, er komt iemand langs of de gemeente heeft een bepaald plan met een gebied. Een concreet plan. En dan zit je volgens mij altijd in dit leerstuk. En zal je dus tot de lengte van jaren. De situatie hebben dat je moet elimineren. Tenzij het dus weer een overheidswerk of geen overheidswerk is. Dus die terughoudende rol, zoals de Hoograad die zich toebedeelt, die zie ik in het geheel niet. Omdat, zoals de planologie werkt in Nederland, al jaren en jaren, is dat er pas een bestemmingsplan wordt gemaakt voor infrastructuur of voor lucratieve bestemming op het moment dat er een bepaald plan achter zit. Dus om nou te zeggen dat de Hoge Raad hier terughoudend bezig is, dat vraag ik me ernstig af. En dat heb ik in de stelling willen opnemen. Wil je reageren op de stelling? Ben je het ermee eens? Ja, het was iets wat ik mij bij het lezen eigenlijk ook afvroeg. Hoe de Hoge Raad die invulling in de praktijk voor zich zag. Juist met hoe specifiek die bestemmingsplannen zijn aangesloten op ideeën van daarvoor. Ik denk dat dat iets is waar lage rechters ook mee zullen gaan worstelen. En mijn eerste gedachte is toch, wat ik eerder net al even aangaf, dat ze toch zullen proberen om aan dat vereiste van terughoudendheid tegemoet te komen door hele strenge eisen te gaan stellen aan de relatie tussen die plannen en het specifieke werk waarvoor onteigend wordt. Ja. Dat is in ieder geval een gedachte die bij mij bovenkomt als ik dit lees. Maar de vraag inderdaad, de onderliggende vraag van hoe ga je eigenlijk met je het opzet van je ruimtelijke ordening, in welke volgorde doe je wat, die blijft. Ja, kijk, als je artikel 316 van het besluit ruimtelijke ordening ziet, een bestemming, zodra je gaat bestemmen als gemeenteraad, dan moet je een keuze maken, of moet je je keuze voor een bepaalde stemming moet je toelichten. Dat impliceert al dat je altijd een concreet idee moet hebben op het moment dat je naar een bestemming wilt gaan die anders is dan de bestemming die erop rust. Dan heb je het hele exploitatieplan en verhaal nog op het moment dat het verhaal niet verzekerd is. Dus een heel bestemming staat bol van ideeën en plannen en zelfs concrete plannen om tot een bepaalde ontwikkeling te gaan komen. Dus ik voorzie dat we gewoon rustig doorgaan op de weg die we al ingeslagen zijn. En lekker blijven elimineren. Nou ja, tenzij natuurlijk, laat ik zeggen, ik kan me voorstellen in toekomstige gevallen dat je heel ingewikkelde betogen kan ontwikkelen aan beide zijden over de vraag van wat nu het karakter is van deze specifieke planologie. Ja. Maar als je even een stap verder kijkt en je zegt, is er hier sprake van een overheidswerk, ja of nee? En dan kun je die vivore-discussie eigenlijk al achterwege laten. Ja. Wat er ook uitkomt, dan ga je toch niet elimineren. Nee. Dus in die zin is het vooral ook voor theoretici misschien heel boeiend. Zeker bij lucratieve, ik denk dat zeg maar de elimination van lucratieve bestemmingen wel echt paal en perk aan wordt gesteld. Ik bedoel, je krijgt alleen een beetje discussie, wat is nou een overheidswerk? Bijvoorbeeld als een woningcoöperatie sociale huurwoningen gaat neerzetten. Ja, is dat dan wel een overheidswerk? Ja. En villa's in de vrije sector niet? Ja, waarom dan? Ja. Maar dat vind ik maar, ik begrijp of ik voel ook wel de pijn die Gert-Jan voelt. Dat natuurlijk, het blijft vanuit dogmatisch oogpunt heel lastig om te gaan zeggen van aan het ene bestemmingsplan lag geen plan voor het werk te grondslag en aan het andere bestemmingsplan wel. Terwijl het inderdaad zo is dat op het moment dat je een nieuwe bestemming aan grond geeft die afwijkt van het huidige gebruik en je dus in een onteigeningsdiscussie kan komen, dan vereist de afdeling gewoon keihard dat je aan de voorkant al begonnen bent met na te denken over hoe gaan we die grond verwerven, wat gaan we met die mensen doen, gaan we eventueel onteigenen. En dat is natuurlijk ook heel logisch, want dat vereist ook een zorgvuldige belangenafweging natuurlijk. Ja. Dus je komt dat hoe je dan een grens zou moeten construeren waarbij in het ene geval die inzet kennelijk nog onvoldoende concreet was om te spreken over een plan voor het werk en in het andere geval wel voldoende concreet was om dat te doen, daar heb ik het antwoord ook niet op. Nee. Al denk ik wel, want je ziet dat steeds een beetje die golfbewegingen, dat op een gegeven moment dan de Hoge Raad weer zegt van je moet het allemaal wel terughoudend doen. Dat hebben ze ook bij Marcus Matser wel een aantal keer gezegd. En dan gebeurt dat even. En dan zie je weer dat het wel weer veel meer gebeurt. En dat zit hem ergens ook in ieder geval bij niet lucratieve bestemmingen in. Tot het moment dat je daar natuurlijk niet elimineert, dat je tegen iemand moet zeggen van je krijgt minder dan je wellicht in een ander geval had gekregen. En dat is natuurlijk voor een rechter altijd lastiger dan te zeggen, zeg maar de lucratieve bestemmingen. Want daar moet je iemand echt iets ontnemen.
nemen. Ja. En dat, ja. Dus daarmee blijft je bij de niet-lucratieve bestemming, op het moment dat de bestemming blijft rusten, ga je kijken naar het huidige gebruik. Dus het gaat niet dat je dan volgens mij 2 euro gaat krijgen voor een weg. Nee, dat is helemaal eens. Die verwachtingswaarde. Nee, daar zit het hem steeds in. Maar er zit een bodem ergens. Er zit een bodem van het huidige gebruik, inderdaad. Ja. En dat is gewoon de archaïsche waarde. Ja. Ja, maar het zit hem in die verwachtingswaarde. Ja, precies, door de verwachting teleurgesteld als je een infrastructuurproject op je grond krijgt. Ja. Terwijl dat ook bedrijven verhaald kunnen worden, bijvoorbeeld. Ja. 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 Dat is waar. Ik ga dan over naar stelling 3. En dat is de stelling van Mert Werkfans, die deze voor de Hoge Raad heeft in herinnering gebracht dat eliminatie van het plan voor het werk alleen aan de orde is als het werk een overheidswerk is. De discussie over eliminatie van lucratieve bestemmingsplannen is daarom in het merendeel van de onteigeningen irrelevant. Nou, ligt maar toe. Ja, dank. Ja. Daar zijn we natuurlijk, hebben we eigenlijk ook al even aangeraakt, die stelling. Die eis dat het moet gaan om overheidswerken, die wordt er nu bijgehaald. En dat geeft eigenlijk een hele grote beperkende werking als we het hebben over de eliminatie bij dit type woningbouwprojecten waar zo'n lucratieve bestemming op rust. Wat je zag in deze zaken is dat het niet de overheid is die dat zelf dan doet, niet de gemeente is die die huizen in ieder geval realiseert, maar dat dat door middel van publiek-privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden gaat. En wat de Hoge Raad hier heeft gedaan is, die hebben gezegd, of eigenlijk gezegd van, het is alvast de rechtspraak dat is eigenlijk hoe ze het precies zeggen. Let op, die eliminatie van het werk waarvoor wordt onteigend, zoals bedoeld in 40c onder 1 en aanhef, daarmee bedoelen we overheidswerken. En dat wordt zelfs nog nader ingevuld. Het gaat om de realisatie voor rekening en risico van, dan zeg ik even kort gezegd, overheidsorganen. Nou, dat voert natuurlijk, en dan tenslotte, moet ik dan ook nog even compleet maken, tenslotte wordt daar dan ook nog gezegd, als we voorbereidingswerkzaamheden doen, zoals het bouwrijp maken van grond, Dat is een onderdeel van het werk waarvoor wordt onteigend. Maar dat jij dat als overheid doet, maakt het werk nog geen overheidswerk. Dus dat legt een ontzettende beperking op de eliminatie bij lucratieve bestemmingen, omdat je al niet eens toekomt aan de eliminatie van het werk waarvoor wordt onteigend. Mm. Dus aan eliminatie van dat bestemmingsplan als plan voor dat werk, ja, daar val je buiten. Dus in heel veel discussies, die discussie van de afgelopen 5 jaar, of in ieder geval de afgelopen 3 jaar, was natuurlijk heel erg geënt ook op die grondpolitieke discussie van aan wie komt die meerwaarde toe. En ik denk dat heel veel projecten zal dat afstuiten, of ja, zal dat al afketsen op de eis dat het een overheidswerk moet zijn. En ik denk dat, los van mijn stelling, ook dat we nu best een kluif gaan krijgen aan de nadere invulling van dat begrip. Ja. Want hoe zou dat dan bijvoorbeeld uitpakken in misschien wat theoretische situatie, maar waarin je zegt als gemeente van ik ga inderdaad vrije kavels uitgeven. Dus ik ga verwerven, ik ga technisch en juridisch bouwrijp maken en dan ga ik het uitgeven. Gewoon aan particulieren die daar, laat ik zeggen, mogen bouwen min of meer wat ze willen. Wat je hier en daar ook wel aantreft. En ga je dan wel elimineren of niet? Want eigenlijk doe je dan niet meer dan dat de gemeente Gorinchem in de zaak. Als ik deze uitspraak lees, toch echt wel de indruk dat de overheid heeft willen zeggen, of dat de Hoge Raad heeft willen zeggen, bouwrijp maken valt daar niet zomaar onder. Daar kom je niet, dat is niet zomaar snel het werk waarvoor onteigend wordt. Nee. Dus dat, ik denk dat je daar best ander interessant is, wat als een niet-overheid de onteigenaar is. Ja. Maar je zou, laat ik zeggen, ik weet niet of het zo is, maar je zou je kunnen voorstellen dat in die zaak Gorinchem de Hoge Raad dat inderdaad zo zegt. Omdat heel evident is dat daarna een ontwikkelaar zaken nog gaat bouwen en daarna gaat verkopen. Maar dat het misschien toch genuanceerd anders kan liggen als het gewoon ophoudt bij het bouwrijp uitgeven van kavels die dan door particulieren worden bebouwd. Maar dan is het toch dat individu dat dan een kleine werk. Ja. Ik bedoel, is het dan alleen niet als er een projectontwikkelaar tussen zit? Is het dan, want ik bedoel, die particulier is net zo goed natuurlijk. Ja. Niet een ontwikkelaar, maar dan alleen voor zichzelf uiteindelijk. Dus ik moet zeggen, ik ben er ook gewoon nog niet helemaal uit. Ja. Ik vind enerzijds erg, ik bedoel, je zag het wel aankomen, ook met wat de afdeling in februari van dit jaar er al over had gezegd. Het is eigenlijk hetzelfde voor de verandering. Dat is me klaar. Maar je zag het wel aankomen. Je had natuurlijk inderdaad de Den Haag Tanken, waar ook naar wordt verwezen. En vervolgens wordt verwezen naar dat centrifugearrest. Maar dat, dat is een heel ingewikkeld arrest. Ja, dat is een heel ingewikkeld arrest. En volgens mij ook misschien niet direct hier heel relevant. Maar goed, dat is uiteindelijk opgelost in 40C ook zelf nog. Maar
ik vind... Kijk, waar het eigenlijk dan daarmee op... of wat het heel makkelijk maakt om het zeg maar als overheidswerk te construeren... is dat je eigenlijk... 40C heeft het over waardeverminderende en waardevermeerderende. En op deze manier kan je waardeverminderende kan je prima doen. Maar waardevermeerderende doen we niet, omdat dat geen overheidswerken zijn. En dat, ja, ik vind dat dogmatisch ergens nog altijd een beetje lastig te verkopen. En ik vind het de grap, of misschien een beetje het ironische, is dat natuurlijk eigenlijk deze hele discussie over eliminatie van bestemmingsplannen, die speelt al heel erg lang. Ook bijvoorbeeld in de jaren 60, toen er echt nog heel veel dingen werden gerealiseerd. En daar... was dat allemaal nog de overheid die het neerzette. Dus waren er eigenlijk geen overheidswerken. Maar zei de Hoge Raad dat je sowieso niet mocht elimineren. En nu gaat het eigenlijk precies anders. Dus hebben die lijnen elkaar ergens gekruist? Dat de Hoge Raad nu zegt, je moet wel gaan elimineren. Maar nu zijn het allemaal geen overheidswerken meer. Dus dan is het nog steeds of het resultaat precies hetzelfde als het in de jaren 60 was. Nee. Dat is misschien ook wel weer het mooie van het recht ergens. Maar toch een verkapte rechtspolitieke keuze erin ingevoerd. Is om te zeggen van we gaan geen dogmatische keuze maken om bestemmingsplannen, lucratieve bestemmingsplannen wel of toelatingsplanologie wel en niet. We maken die categorieën, die doen we niet. Nee. Maar door deze toevoeging, door deze hele toch wel heldere, niet heldere, maar sterke toevoeging van het moet om overheidswerken gaan, bereik je inderdaad wat je zegt, andersom toch wel dat je voor deze categorie onteigeningen niet snel aan eliminatie toekomt. Ja. Ja, dat is wel grappig, want volgens mij de AG had ook nog gezegd van elimineren doen we alleen maar infrastructurele werken. Maar daarvan zegt de Hoge Raad heel specifiek van dat gaan we niet doen. En dat vind ik ook wel heel juist, want dat zou helemaal een beetje een beperking die niet in de wet staat. Maar hiermee bereik je inderdaad precies hetzelfde. Ja, ik blijf er wel bij dat het volgens mij, dat er al zeker bij wat grotere uitleglocaties, want die zijn er denk ik nog wel steeds in Nederland, dat het toch gekozen gaat worden door gemeentes om het zo in te richten dat je kunt elimineren. Ja. Omdat... Nee. Maar... Ik vraag mij wel af, ik denk dat er voor een gemeente natuurlijk wel een hele politieke keuze aan de grondslag ligt om te zeggen, ik ga voor eigen rekening een risico met dit project aan de haal. En dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar, maak ik die keuze wel alleen maar voor het prijsverschil in die grond? Ja, maar dat loopt op hoor. Ja, het loopt op, maar het is, je neemt wel risico's op. Je ziet met deze vastgoedcrisis dat als die risico's zich verwezenlijken, dat gemeentes ook zonder dat je het risico volledig op je hebt genomen al in problemen brengt. Wat ik ook wel grappig vind, dat zei je al over Ballast Nedam staat natuurlijk. Dat zit hier ook in. Want hoe precies een tankstation een overheidswerk zou moeten zijn, dat weet ik ook niet helemaal. Want ik bedoel, dat wordt natuurlijk gewoon uitgegeven aan een oliemaatschappij die er dan dat station op gaat realiseren met alles wat erbij zit. Maar ja, de Hoge Raad verwijst nog overduidelijk een paar keer volgens mij zelfs naar Ballast Nedam staat. Dus het is niet een arrest wat ze, maar liever wilden vergeten. Maar ze noemen het echt nog als duidelijk arrest. Maar hoe je die twee dingen dan met elkaar in het overeenstemming moet brengen, is me niet helemaal duidelijk. Ja. Wat je net in de tussenzin zei over inderdaad, wat doe je met woningcorporaties? Of zei je dat? Ja, woningcorporaties, maar dat is ook een lastige. Die onteigenaar is, wat doe je daarmee? Precies. Ja, dat vind ik geen overheidswerk, maar of geen overheidspartij. Nou, ik zie dat 100% van onze kijkers het ook eens is met je stelling. En dan kom ik aan de vierde stelling. En dan moet ik ook echt wel naartoe in het kader van de tijd. Dat is mijn eigen stelling. En die is tamelijk compact. Ik heb als stelling dat in het arrest Groens Zeeland de Hoge Raad het bedrijven van de grondpolitiek aan de wetgever laat. En zelf nieuwe draden weeft in een patroon van redelijkheid. Nou, het bedrijven van de grondpolitiek dat aan de wetgever wordt gelaten, dat is hier al ter tafel besproken. Dus daar kan ik denk ik kort over zijn. De Hoge Raad meldt dat ook expliciet, hè, dat ze juist niet aan die grondpolitiek willen en dat ze zich eigenlijk dat wordt geconformeerd aan de keuzes die daaromtrent al in de discussie rond 1980 in de politiek zijn getrokken. Nou ja, wat betreft die nieuwe draden en dat patroon van redelijkheid, sluit ik een beetje aan bij het beeld dat ik dan zelf heb van de rechtspraak van de Hoge Raad en het schadeloosstellingsrecht binnen onteigeningszaken. Dat eigenlijk de Hoge Raad steeds probeert om, op een agenda van redelijkheid nieuwe regels te formuleren. Die vooral ook alle mogelijkheden nog in zich bergen om ook in individuele gevallen tot een redelijk resultaat te komen. En dat is ook wel een beetje mijn beeld bij de arresten die we dan vanmiddag bespreken. Dat de Hoge Raad eigenlijk zich juist heel erg ervoor hoedt om te zeggen van wordt ook met zoveel woorden gezegd,
categorieën van gevallen te benoemen of duidelijk de deur te sluiten voor eliminatie van lucratieve bestemmingen. Want ook daarvoor wordt gezegd dat het zou best wel kunnen. De Hoge Raad volstaat vervolgens met het formuleren van een aantal gezichtspunten en roept op tot terughoudendheid. En daardoor, in ieder geval het beeld dat bij mij ontstaat, wordt eigenlijk de ruimte aan zich gehouden om te zeggen van, nou ja, als er eens een keer een heel onredelijk geval is, nou, dan bieden eigenlijk deze formuleringen bieden nog ruimte genoeg, ja, om te zeggen van, we proberen om daar dan toch een, zal ik zeggen, in onze ogen acceptabele mouw aan te passen. En dat is in ieder geval wat mijn afdronk ook is van ook weer deze arresten van de Hoge Raad. Dat is op zich juist. Maar denk je niet dat de praktijk hier eigenlijk weinig aan heeft dan? Want als het soms alles in de redelijkheid wordt opgesteld. Nee, stelling sowieso. Nee, maar als praktijk, zeker in het onteigeningslag, heb je gewoon ergens behoefte aan duidelijke regels. En de Hoge Raad kiest er bewust voor om dat niet te doen in dit geval. Maar dat laat denk ik ontzettend veel discussieruimte. Voordat dat stof weer neergedaald is, zijn we weer 5 jaar verder, denk ik. Maar goed, dat moet dan maar zo zijn. Maar ik denk, de Hoge Raad had wat dat betreft misschien wat minder ruimte moeten laten. Dat is al mijn stelling, maar... Maar dat volgt natuurlijk ook heel erg uit het jurisprudentiële karakter van het onteigeningsrecht. Nee, dat het altijd, ik bedoel, de wet zegt eigenlijk bijna niks. En het is aan de rechter. En de rechter kan juist zo moeilijk inderdaad in gewoon categorieën van gevallen. Dit, zo is het dat, zo is het dat, zo is het dat. En moet altijd inderdaad, nou ja, op basis van de omstandigheden van het geval. Ja. En dat zie ik er vooral in, namelijk de omstandigheden van het geval. Dat de Hoge Raad inderdaad wel richtsnoeren geeft. Maar uiteindelijk altijd nog in individuele gevallen de ruimte laat voor een toets. Ja. Want wat ik me afvroeg, die redelijkheid. Hoe zie je dan inderdaad die arresten uit de groenzone? Want... Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Want Gert-Jan zegt ook van, nou, die voelen een beetje onredelijk. Nou, moet ik zelf wat voorzichtig zijn om daar wat over te zeggen. Ik denk, net als Gert-Jan, omdat wij als advocaten ook betrokken waren bij de partij die uiteindelijk, zullen we zeggen, hier niet goed uit lijkt te zijn gekomen. Dus dan moet je altijd voorzichtig zijn met zeggen of je het onredelijk vindt, ja of nee. Ja, je zou natuurlijk daar tegenover kunnen zetten, wat jij ook al hebt aangegeven. In die zin ken ik de details van de zaak onvoldoende, want ik was alleen cassatieadvocaat. Maar voorstelbaar is natuurlijk dat die mensen wel planschade in het verleden hadden geclaimd. Hè. Voorstelbaar zou nog kunnen zijn dat ook in het vervolg van de procedure misschien met 40e nog wel iets zou kunnen worden rechtgetrokken. Daar zit misschien ook nog wat ruimte in. Maar dat op het eerste gezicht zou je denken, dat voelt inderdaad misschien wat minder redelijk. Ja. Ja. Vang je niet terug naar de tijd Marcus Matzer? Het was heel eenduidig. Nou ja, dezelfde discussie. Nou, daar was ook het briefje uit het archief waarin stond van de gemeente aan de provincie van, God, wilt u nu alstublieft een keer die provinciale wegen hier gaan regelen? Ja, nee, dat wel de andere wegen. Niet, dat voelt ook heel onredelijk. De woningbouwdiscussie had je niet. Die hebben er wel bij gekregen. Het centrale element overheidswerk is denk ik wel een winstpunt. Want dat is wel een belangrijke verduidelijking natuurlijk. Dat vind ik ook wel inderdaad. Maar natuurlijk wat de Hoge Raad laat de grondpolitiek bij de wetgever. Alleen in de keuze die men daarna maakt, de redelijkheid ligt natuurlijk ook al dicht tegen. Ik bedoel, wat vind je redelijk? Je kan net zo goed, denk ik, een goed betoog houden dat de meerwaarde juist aan de gemeenschap toekomt. En ik vind dat inderdaad een keuze is die de wetgever zou moeten maken. Maar ik vind dat de Hoge Raad... maar dat is natuurlijk ook weer een beetje de beperking van de procedure, want men is ook afhankelijk van de cassatiemiddelen die worden voorgehangen natuurlijk. Maar had natuurlijk ook op grond van de wetsgeschiedenis kunnen zeggen van, ja, we gaan helemaal niet meer elimineren, want de wetgever heeft heel duidelijk voor ogen gezien dat bestemmingsplan is de kern en we hebben 40e om op te lossen de problemen die daarmee ontstaan. Ja. En dat gaan we niet elimineren. Dus dat, ik bedoel, als je het echt aan de wetgever had willen laten, had je dat moeten zeggen. Ja. Stelling. Maar... Weinig stelling. Ja, ik sluit mij hier aan. Dat, Ik denk dat, dat wij daar... Oh, iedereen is ook eens met deze stelling. Dat is dan nog even prettig om mee te nemen. We komen ook namelijk aan het einde van dit ronde tafelgesprek. En gelukkig sluiten we ook dan af op een positieve noot. Want we hebben net gezien dat, ondanks de ruimte die de Hoge Raad voor zichzelf heeft gelaten, en ondanks het feit dat misschien niet zo'n strakke regels zijn geformuleerd als sommige mensen wel hadden gewild, dat we toch wel weer stapjes vooruit zijn gekomen. Het concreet plan is verduidelijkt. We hebben dat overheidswerk dat nu een centrale rol heeft gekregen. In ieder geval nog stof genoeg voor jarenlang proces.
procedere in nieuwe zaken. En het trachten weer verduidelijking op die punten bij de Hoge Raad losgepeuterd te krijgen. Ik wil de kijkers thuis van harte bedanken voor het inschakelen op dit kanaal van de Academie voor de Rechtspraktijk. Ik wil de sprekers ook bedanken voor hun waardevolle bijdrage. En ik wil vooral u achter de computer vragen om niet te vergeten om de toetsvragen te beantwoorden en ook de enquête in te vullen. En tot slot is mij gevraagd om u attent te maken op het feit dat het webinar abonnement 2016 door u kan worden aangeschaft met zeer veel diverse webinars die worden verzorgd door topsprekers. Nou, ik wens u nog een fijne voortzetting van deze dag. En als u meer informatie wil hebben over de AVDR, kunt u op de button klikken met desgewenste informatie. Dank u wel.